mám rád pivo. Já taky. Za pivo ženskou bych dal. Aspoň za mě. Ona mě furt jenom říká. No ale co z toho kořaly mám? Stará. De Week van Nederlandse Bier is iets wat landelijk plaatsvindt. Hè? Alle brouwerijen, iedereen die iets met bier te maken heeft, die houdt een open dag of promoot het Nederlandse bier. Dat doen wij natuurlijk ook en dat doen wij door een open dag te organiseren en te zeggen van kijk, dit is onze brouwerij, we laten rondleiden, we geven rondleidingen, we laten proeven wat voor bier maken we, wat is de filosofie achter het bier, maar ook wat is de filosofie achter de brouwerij. Het komt erop neer dat ik iemand had ontslagen in mijn vorige baan als hoofd PNO. Die persoon was bij mij gekomen voor een baan, omdat hij autist was en veel begeleiding nodig had en structuur. Na 9 maanden moest ik constateren dat het niet werkte. En in die nacht heb ik besloten een brouwerij te beginnen waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen. In 5 jaar zijn we van niks, hè, er was geen markt, we hadden geen bier, zijn we gegroeid naar een situatie waarin we 10.000 liter per maand brouwen en eigenlijk daarmee de vraag niet aankunnen. Dus we zijn nu op zoek naar een nieuwe huisvesting. We zijn begonnen met 2 mensen die hier 3 dagen in de week werkten en nu werken er 15 mensen, gemiddeld 3 dagen in de week. En ik heb zeker over een tijdje nog 2 keer zoveel mensen nodig om alle werk te verrichten wat er nodig is om 2 keer zoveel bier te gaan produceren.